Hi, Nanda hier. Vandaag een after desk practice. Dat wil zeggen dat we een beetje meer aandacht gaan besteden aan schouders en aan handen en polsen. We beginnen even rustig met een serie die een beetje meer ruimte creëert aan de voorzijde bij je borst, maar ook aan de achterzijde bij je rug. Daarvoor kun je een kussen gebruiken of een bolster. Korter deel breng je laag tegen je heupen aan en dan breng je je voeten een beetje meer voor je uit. Voetzolen mooi samen, laat je je knieën lekker ontspannen zijwaarts vallen. Kantel een klein beetje je bek en breng je kin een beetje naar je borst en rol rustig af. Wervel voor wervel over het kussen heen. Neem je armen zijwaarts in een grote T. En voel even na bij je schouders. Ontspan je knieën, ontspan je voeten. Ontspan je armen, helemaal naar je vingers. En sluit dan even zacht je ogen. Met het sluiten van je ogen sluit je je weer even heel bewust af voor alles om je heen. Dan observeer je even hoe je ligt op de mat. En de aanraking. Delen van je lijf met de mat. Delen van je lijf met het kussen. Delen van je lijf met de vloer. Is je ademhaling rustig, constant, zonder dat je hem nog stuurt? Voel je alleen maar even na hoe je ligt. En misschien adem je een keer rustig, maar diep in door je neus. En laat je het los met een zucht. Adem rustig maar diep in, richting de top van je borst door je neus. En laat het weer los met een zucht door je mond. Laatste keer, adem rustig maar diep in. En laat het weer los met een zucht. Geef je voor een moment even over aan de houding. Even over aan de zwaartekracht. Verzacht je gezicht. Ontspan je schouders. Verzacht de voorzijde van je borst rondom je hartgebied. Verzacht in je buikgebied. Richting je heupen, je liezen, je bovenbenen. Helemaal naar beneden richting je enkels, je voeten en je tenen. En wees je dan even bewust wat de houding doet met je lijf. Wat de houding doet met de rust en de ruimte die je voelt. En kijk dan of je langzaam alles wat je al gedaan hebt, of straks misschien nog wil gaan doen, kunt parkeren voor later. En nu echt even kunt blijven bij het gevoel hoe je je voelt van binnen in je lijf. Wees je bewust van de ruimte die je creëert aan de voorzijde. Van de ontspanning en de zachtheid, zoveel mogelijk van je kruin via de voorzijde van je lijf, richting je tenen. En hoe je misschien nog een beetje meer kunt loslaten en verzwaren via de achterzijde. Misschien wel van je kruin, een beetje meer richting je hielen, je enkels. En op een inademing neem je dan rustig je kin een beetje naar je borst, gaat je kruin een beetje omhoog. Neem je armen eventjes langzaam omhoog en haak je je vingers ineen, maak je er een kommetje van. En dan breng je dat kommetje in je schedelrand. En langzaamaan laat je je hoofd weer landen. En dan landen eerst je handen en dan je hoofd samen op het kussen. En misschien valt je rechterschouder dan een beetje meer naar beneden op je linkerschouder. Een beetje meer over het kussen heen. En daarmee ook je ellebogen een klein beetje meer richting de mat of de grond. En sluit misschien opnieuw weer even je ogen om na te voelen wat die kleine verandering in je houding doet met je lijf. Wat gebeurt er aan de voorzijde bij je borst? Wat gebeurt er aan de achterzijde bij je rug? Span je stiekem je billen een beetje meer aan? Ontstaat er een beetje meer spanning laag onder in je rug? Ontstaat er een beetje meer spanning bij je schouders? En hoe voelt het? Om je achterhoofd zwaar te laten wegen in het kommetje van je handen. Hou je benen zoals ze zijn. Ontspan opnieuw vanuit je heupen, je liezen naar je knieën, je enkels, je voeten, je tenen. En ga ook daar even na of dat hetzelfde voelt als toen je net je arm in die grote T had. En laat ook hier de zwaartekracht zijn werk doen. Dus duw die schouders. En die ellebogen niet meer je kussen in en naar beneden richting de mat.
Maar laat de zachtheid zijn werking doen. Je ademhaling, de rust. En voel opnieuw na wat er gebeurt met je adem, nog steeds zonder dat je hem stuurt. Is je adem nog steeds rustig? Was die net iets sneller, wordt hij nu weer wat langzamer? Neem al die sensaties door je hele lijf heen waar. Van je kruin naar je tenen. En dan neem je opnieuw een klein beetje je kin naar je borst. En langzaamaan lift je je hoofd weg. Neem je handen ook even mee omhoog. En laat dan je handen rustig los. En breng je handen onder het kussen door. Haak opnieuw je vingers ineen en laat dan rustig je hoofd weer landen. En dan laat je opnieuw eigenlijk je hoofd weer landen in het kommetje van je handen. Maar dan zit daar nu een kussen tussen. En blijf opnieuw zacht. Misschien sluit je opnieuw je ogen. Hou je benen nog steeds zoals ze zijn. Alleen als het echt helemaal niet goed gaat voelen laag onder in je rug. Of je voelt meer spanning. En je kunt dat moeilijk loslaten. Dan schuif je misschien je voeten een beetje meer naar de randen van de mat. En dan open je een klein beetje meer. Maar als het wel goed voelt, hou je voeten dan lekker zoals ze waren. Voetzolen tegen elkaar. Laat je knieën lekker naar links en rechts vallen zijwaarts. Ontspan nog steeds vanuit je heupgebied. Naar je liezen, naar je knieën. Naar je kuit en je scheen. En ontspan ook bij je schouders. Dus voel hoe zwaar je hoofd weegt in het kussen. En voel hoe het kussen een beetje drukt op je handen. En opnieuw, als dit niet goed voelt, dan kun je altijd terugkeren naar de vorige houding. Dus het kommetje van je handen onder de rand van je schedel. Of misschien als het helemaal te veel is, dan begin je weer met die grote T zijwaarts. Spreid je je rechter en linkerhand zijwaarts bij je vandaan. Als je nog even in deze houding kunt blijven, neem dan opnieuw waar wat je voelt door je lijf heen. Wat gebeurt er bij je schouders? Wat gebeurt er aan de voorzijde bij je borst rond je hartgebied? Wat gebeurt er in het midden van je rug en rond je buikgebied? Wat gebeurt er in je keel, je nekgebied? Is je gezicht nog zacht? En misschien gaan je handen, vingers wel een beetje tintelen. Neem al die sensaties waar. En kijk of je je nog steeds kunt overgeven aan die zwaartekracht, aan de houding, aan die rust en aan die ruimte. Zonder dat je kracht gebruikt om je armen naar beneden te duwen. Dus je ademhaling nog steeds rustig, constant, nog steeds zonder dat je hem stuurt. Blijf nagaan door je lijf van je kruin naar je tenen. Wat je voelt. Waar je het voelt. En nog belangrijker, hoe het voelt. Iedere houding brengt weer iets anders aan ruimte. Vraagt iets anders aan kracht. En op een inademing langzaam je hoofd een beetje weg uit het kussen. Laat langzaam je handen los. Leg je hoofd eerst even rustig terug. En neem je armen dan zijwaarts, helemaal naar beneden. Draai je handpalmen open, richting het plafond. En sluit opnieuw je ogen. En misschien strek je je benen wel even bij je vandaan. En voel de houding heel even na. Voel door je lijf, van je kruin naar je tenen, opnieuw. Door je lijf heen na. Wat je voelt, waar je het voelt. En nog belangrijker, hoe het voelt. En dan stap je rustig je voeten weer terug op de mat. En langzaam rol je even naar je rechterzij. Misschien ben je een buiging aan in je rechterarm. En laat je je hoofd even landen op je onderarm. En dan blijf je een moment aan de zijkant van je kussen liggen. En met behulp van je linkerhand en een beetje ondersteuning van je rechterhand kom je dan langzaam overeind totdat je weer zit. En vanuit daar breng je je voeten alvast een klein beetje verder naar voren.
neem je het kussen achter je rug langs. En dan laat je je kuit en scheen weer even rusten op het kussen. Breng je handen naar je bovenbenen en rol rustig af naar voren. En misschien maak je opnieuw dat kommetje van je handen. Misschien plaats je je handen een beetje meer naar de voorzijde. Kijk eventjes of je langzaamaan een klein beetje meer kunt verzachten. Een klein beetje meer kunt ontspannen. Door je hoofd een klein beetje meer te laten hangen. Misschien raakt het wel je kussen. Misschien als je je handen een beetje meer naar de voorzijde hebt. Blijf dan zacht in je schouders. Rol je schouders niet omhoog naar je nek, maar rol ze weer een beetje meer terug naar achter. Misschien leg je je handen wel op je voeten. Laat even zoveel mogelijk los. Mooie ronde rug. Zacht in je vooroverbuiging. Opnieuw, niet vanuit kracht, maar vanuit de rust, de ruimte en de zachtheid. En voel even na wat er gebeurt vanuit die backbend naar een forward fold, vooroverbuiging. Wat er gebeurt laag in je rug, in het midden van je rug, naar je schouders, naar je nek, naar je hoofd. Naar je armen, je polsen, je handen en je vingers. En met iedere rustige in- en langzame uitademing laat je ook hier zoveel mogelijk los. Ontspan je opnieuw vanuit je heupen, je liezen. Helemaal naar je bovenbenen, knieën, enkels, voeten, tenen. Ontspan je schouders, je bovenarmen, je ellebogen. Je onderarmen, je polsen, je handen en je vingers. Blijf je gezicht nog steeds zacht, kaken losjes in je mond, ogen zachtjes gesloten. Geen frons op je voorhoofd, ademhaling nog steeds, rustig, constant, zonder dat je hem stuurt. Dus geef je ook hier over aan de houding, de zwaartekracht en wat je voelt in je lijf. En opnieuw weer waar je het voelt. En ook dan weer hoe het voelt. Op een inademing kijk rustig iets op. En met de tijd en de ruimte die je hebt gehad om in de forward fold te blijven, rol je ook langzaam weer omhoog. Dus besteed ook aandacht aan de bewegingen tussen je houding door. En stap dan je voeten over het kussen heen. En neem dan je linkerhand een beetje richting je knie. Je rechterhand achter je rug op vingertoppen. Adem in, rij, kijk iets op en adem uit. Twist een klein beetje meer naar rechts. En dan kijk je zo ver naar rechts als dat het twistje vanuit onder in je rug brengt. Beetje actiever in je bovenbenen. Beetje actiever in je voeten. Rustig naar de mat. Zacht in je schouders, zacht in je gezicht. En dan kan die rechterhand nog een beetje meer naar de linkerrand van de mat. Als het goed voelt, kom je langzaam nog iets verder in je twist. En op een inademing breng je dan langzaam je beide handen weer naar voren. En uitademen, twist je rustig door naar de andere kant. Linkerhand, het liefst op vingertoppen achter je rug. Adem in, rij, kijk iets op en adem uit, twist een klein beetje verder door. Denk weer aan die schouders. Blijf zacht in die schouders. Ontspannen in je armen. Ga niet trekken met die rechterhand aan die linkerknie. Zoek op die inademing, de lengte en de ruimte. Helemaal omhoog richting je kruin. En blijf zacht in je twist in je uitademing. Blijf die linkerhand een beetje meer achter je rug. Loop een beetje meer naar de rechterrand van de mat. Als er ruimte is, kom je langzaam verder in je twist. Grond beide zitbordjes en voel opnieuw na wat er gebeurt met je adem. Is er nog steeds ruimte om omhoog te ademen naar de top van je borst? Meestal voelt dat in een twist heel anders dan dat je mooi rechtop zit. En dan kom je weer langzaam terug naar het midden. En dan neem je het kussen even zijwaarts. En dan kruis je je benen zoals het voor jou past. En misschien neem je wel een kleermaker zit. Misschien neem je wel een halve lotus. Kom even goed zitten. Zitbordjes mooi in de mat. Of misschien pak je je kussen of een blok. Als je een kussen iets te heftig vindt. Maar je wilt toch iets meer ruimte creëren.
En vanuit daar rijk je je kruin een beetje op en sluit je opnieuw heel even je ogen. En dan voel je even na door je lijf heen hoe je zit op de mat. Mooie lange rechte rug, kantel het bekken een klein beetje, zitbordjes blijven bij de mat. Lengte in de wervels in je rug, maar ook in je nek. Kin een beetje naar je borst. Ontspannen in je schouders. Misschien neem je je schouders even een beetje omhoog naar je oren en rol je ze rustig terug naar beneden. Laat je handen zachtjes landen op je knieën bovenbenen. Verzacht in je gezicht. En dan adem je opnieuw een keer rustig maar diep in door je neus. Geef je het weg met een zucht door je mond. Nog twee keer adem rustig maar diep in door je neus. En geef het weer weg met een zucht door je mond. Laatste keer adem rustig maar diep in. En laat het weer los met een zucht. En dan ga je naar een in- en uitademing door je neus. Hou je de lengte en de vertraging in je ademhaling. Adem rustig in 3 tot 4 tellen in. En langzaam in 3 tot 4, misschien wel 5 tellen uit. Daarmee maak je die ademhaling het belangrijkste wat er is. Belangrijker dan je houding, je beweging. Want juist die adem, die brengt die kracht, die verzachting, die ontspanning in iedere houding en in iedere beweging. En vanuit daar gaan we de adem dan een klein beetje meer sturen. Laat je een volgende inademing beginnen, laag onder in je buik. Via de voorzijde gaat de adem langzaam omhoog richting de top van je borst. En als je uitademt via de achterzijde van je rug, je flanken, dan landt hij weer laag onder in je buik, bekkengebied. Breng je navel een beetje naar binnen, activeer bekkenbanda's een beetje. En dan begint die rustige inademing weer omlaag, helemaal vanuit daar omhoog naar de top van je borst. En dan adem je weer rustig uit richting je buik, bekkengebied. En vanuit laag, net achter die navel, start je je rustige inademing weer omhoog. Niet alleen naar de top van je borst, maar ook iets meer zijwaarts, richting je flanken. Dus voel hoeveel ruimte er in je lijf is om te ademen. En als je zo rustig in en langzaam uitademt, ontstaat er misschien zelfs wel een rustmoment tussen je in- en je uitademing in. Misschien adem je rustig in 3 tot 4 tellen omhoog richting de top van je borst, een beetje zijwaarts naar je flanken. Dan zet je de adem een beetje vast, voordat je weer langzaam uitademt. Helemaal naar beneden in die 3 tot 4, misschien wel 5 tellen. Navel iets naar binnen, nog steeds bekkenbanda's iets actiever. En dan blijft de adem daar ook even stil en dan adem je weer rustig in. En dat geeft je even de tijd om die rust te creëren in je lijf, maar ook in je hoofd. En even te voelen wat die eerste serie houdingen hebben gedaan met je lijf. Heel traditioneel, een beetje meer vanuit de hatha. Een mooie backbend, achteroverbuiging. Een mooie forward fold, vooroverbuiging en een zachte twist. Volgende inademing, neem armen langs je oren hoog. Grote cirkel zijwaarts op, boven je hoofd, vingertoppen samen. Adem rustig uit, handen en kin richting je borst. Adem in, neem je armen langs je oren hoog. Grote cirkel zijwaarts op, boven je hoofd, vingertoppen samen. Adem uit, rustig terug, handen en kin richting je borst. Laatste keer, adem in, grote cirkel, zijwaarts op en adem uit. En laat je handen nu even landen op je knieën bovenbenen. En langzaam breng je je hoofd terug op naar neutraal en open zacht je ogen. En hou je een mooie lange rechte rug, kantel je bekken nog steeds een beetje, bekkenbanda's actief, zacht in je schouders, schouders meer in lijn met je heupen. Dit bordje is mooi in de mat, ontspannen naar je benen. En dan kijk je rustig naar rechts. Over je rechter schouder voel je de strekking aan de linkerzijde bij je nek. En dan breng je je rechteroor een beetje richting je rechter schouder en dan kijk je schuin iets voor je uit. En dan voel je nog steeds een beetje meer die strekking aan de linkerzijde, blijf zacht in die linker schouder. Breng je linkerarm rustig omhoog.
Neem hem naar de zijkant van je gezicht en breng langzaam je hoofd helemaal naar de andere kant. En zo komt je linkeroor een beetje meer richting je linkerschouder. Verzacht nu aan de rechterzijde. Voel de strekking over die hele rechterzijde bij je nek. Misschien een beetje meer zwaarte door je hand, maar ga niet aan je hoofd trekken. En dan laat je rustig los. Laat je linkerhand landen en neem je hoofd rustig terug op naar neutraal. En dan kijk je zachtjes een beetje meer over je linkerschouder. En dan voel je de strekking een beetje aan de zijkant en de voorzijde, aan de rechterzijde in je nek. En langzaamaan gaat nu je linkeroor een beetje meer richting je linkerschouder. Kijk je schuin iets voor je uit. Blijf zacht in die rechterschouder, zacht in die linker. Voel de verandering in de strekking aan die rechterzijde in je nek. En neem dan je rechterhand langzaam omhoog. Via de zijkant van je gezicht breng je langzaam je rechteroor een beetje naar je rechterschouder. En dan verzacht je weer in die linkerkant. En voel je weer even na aan die linkerkant in je nek. Blijf zacht in je gezicht. Zacht in je focus. Rustig in je adem. En laat langzaam je rechterhand weer landen op je knie en neem je hoofd weer rustig terug op naar neutraal. En op een volgende inademing neem je dan je armen langs je oren hoog. En dan plaats je even je vingertoppen samen. Breng je schouders weer mooi naar beneden. En maak nu van je vingertoppen een soort van kroontje. Buig een beetje meer je ellebogen zijwaarts. Creëer weer ruimte naar de top van je borst. Maar hou ook die ruimte aan de achterzijde. Tussen je schouders in. Hou een mooie lange rechte rug. Blijf nog steeds iets actiever vanuit die Tibetse bandhas. En dan breng je langzaam je handen weer meer tegen elkaar. En dan pakt je rechterhand je linkerpols. Maak je linkerarm weer lang. En kijk dan of je je linker onderarm een beetje achter je linkeroor kunt brengen. Dus niet meer dichter langs je gezicht en voor je oor, het liefst een beetje langs. En langzaam zoek je de lengte en de ruimte door met die rechterhand een klein beetje aan die linkerarm te trekken. En dan reik je een klein beetje meer naar die rechterzijde. En voelt het goed, reik je langzaam nog iets verder door. Blijf gronden door je beide zitbotjes. En dan kantel een klein beetje in het bekken en langzaamaan kijk je een beetje meer richting je rechterknie. En dan stuur je je kruin een beetje meer richting je beide polsen. En dan hou je nog steeds die lengte over die linkerflank. En inademend kom je weer langzaam terug omhoog naar het midden. En dan wissel je boven je hoofd rustig je handen. En maak je weer lang. En dan breng je eerst die rechter onderarm weer een beetje meer achter je oor. Zoek je lengte en je ruimte, zodat je echt mooi ruimte creëert over deze hele zijde bij je schouder. Richting je flank, richting je heup. En zachtjes aan als het goed voelt, reik je een beetje naar de linkerzijde. Zonder dat je die schouders heel dicht langs je oor brengt. Dus je houdt nog steeds een beetje ruimte, maar je maakt ook een beetje meer lengte. Voelt het goed, reik je zachtjes nog iets verder door. En dan kantel je weer een klein beetje met je bekken, navel iets naar binnen. En kijk je rustig een beetje meer naar je linkerknie. Maar je verliest niet die lengte over die rechterflank. Dus gebruik die linkerhand nog steeds om lengte te maken in die rechterarm naar die rechterflank. En vanuit daar kom je weer langzaam terug omhoog naar het midden. En ontspan even lekker je armen. Grote shoulder roll naar achter. En langzaam ook een grote shoulder roll naar voor. En dan ontspan je even je armen en wijs je vingers naar achter, naar de achterzijde van de mat. En je handpalmen omhoog naar het plafond. Mooie lange rechte rug. En ook nog steeds lengte in de wervels, in je nek. Kruin nog steeds een beetje meer op. En dan gaat je linkerhand achter je rug langs, net boven die rechter elleboog. En zachtjes gebruik je dan die linkerhand en arm een beetje om die rechter schouder naar beneden te brengen. Hou wel ruimte. Dus adem nog steeds omhoog naar de top van je borst. Rek je kruin nog iets op.
En blijf zacht in je beide schouders. Dus ook in die linkerarm. En dan laat je rustig los met je linkerhand. En dan wissel je langzaam door. Rechterhand net boven die linker elleboog. En langzaamaan een beetje meer naar beneden in die linker schouder. Blijf ook zacht rechts. Zoek nog steeds de ruimte omhoog naar de top van je borst. Rijk je kruin nog steeds op. Blijf zacht in je gezicht. Blijf rustig in je adem. Voel na het verschil tussen de ene en de andere zijde. En dan is de beweging en de houding heel subtiel. En vanuit daar ontspan je weer je beide handen. Rond de rug helemaal door naar voren. Laat je handen landen op je knieën. Hou je kin bij je borst. Kantel je bekken nog iets meer naar achter. En heb een beetje het gevoel alsof je achterover hangt. En rol je schouders dan iets terug. Voelt het goed? Kantel je nog een klein beetje meer naar achter. En op een volgende inademing kom je weer langzaam terug omhoog. En dan neem je je armen mooi zijwaarts. En dan maak je peacevingers van je vingers. En dan draai je rustig kleine cirkels naar voren. Vanuit je schouders. Hou je zitbordjes bij de mat. Hou je benen mooi ontspannen. Nog steeds die mooie lange rechte rug en nek. Kruin nog steeds iets op. En langzaam versnel je iets in de cirkels naar voren. Voordat je rustig de beweging tot stilstand brengt. En langzaam eerst begint met trage cirkels te draaien naar achter. En dan breng je die beweging vanuit de schouders een beetje meer naar je vingertoppen toe. Blijft je core nog steeds actief. Daardoor blijf je mooi rechtop zitten. En dan langzaamaan gaat die beweging weer iets sneller. Kleine cirkeltjes. Cirkeltjes vanuit je schouders helemaal naar de puntjes van je vingers. En dan breng je die beweging ook rustig tot stilstand. En spreid je vingers even helemaal wijd. Alle energie naar de toppen van alle 10e vingers. Energie vanuit je borstgebied, helemaal zijwaarts. En ontspan een beetje meer je handen, een beetje meer je schouders en breng je handen rustig naar voren. En dan adem je langzaam in. Lengte en ruimte naar de top van je borst. Maak vuisten van je handen en adem uit. En maak langzaam een beetje meer die ronding en breng die vuisten een beetje meer naar je hart. Breng je kin een beetje naar je borst en kijk een beetje naar je navel. Adem in. Zoek weer je lengte en je ruimte helemaal omhoog. Spreid je vingers. En adem uit. Maak weer langzaam vuisten. Kantel iets in dat bekken. Breng die vuisten zachtjes richting je hart. En maak je klein. Adem in. Laatste keer helemaal naar voren. Lengte en ruimte. En adem uit. Langzaam terug. Een bewuste beweging. Voel wat er gebeurt in je lijf op het ritme van je adem. Neem je handen langzaam op die inademing weer helemaal naar voren. En dan langzaam helemaal omhoog tot langs je oren hoog. En maak dan een grote V. Breed in je schouders, rijk je kruin mooi op. Lengte over alle wervels in je rug. Nog steeds zacht in je gezicht. Vingertoppen omhoog. En voel heel even na wat er gebeurt. Vanuit je vingers. Naar je onderarmen, je ellebogen. Je bovenarmen, je schouders. Blijf nog steeds zacht in je gezicht. Blijf nog steeds rustig in je adem. Zoek op die inademing. Nog steeds alle lengte en ruimte omhoog naar de top van je borst. En als je uitademt, nog steeds die zachtheid. Die ontspanning. Maar al zonder dat je die lengte en die ruimte en die kracht van die inademing verliest. En dan langzaamaan ontspan je armen. En schud ze even los. En dan haak je je vingers even ineen. En dan gaan we even naar de electric boogie. Rol even heen en weer met je handen vanuit je polsgewricht. En breng die beweging langzaam tot stilstand. En dan breng je beide handen naar voren. Maak je vuisten van je handen waar je duimen mooi buiten blijven. En dan breng je je duimen mooi even omhoog. Dus je pinken wijzen naar beneden. En dan kantel je rustig. Een beetje je vuisten naar elkaar toe. En weer zijwaarts. En kijk of je je armen een beetje
gestrekt bij je vandaan kunt houden op schouderhoogte. Blijf nog steeds mooi rechtop zitten. En kantel eerst een beetje meer naar binnen. En vanuit daar breng je de beweging ook een klein beetje meer naar buiten en weer terug naar binnen. Dus je maakt de beweging een klein beetje groter. En dan ontspan je even in je vingers. Linkerhand, die strek je uit. Je rechterhand maak je weer een vuist van waar je duim buiten blijft. En dan breng je een klein beetje meer die vuist aan de binnenkant van die linkerhand. En dat doe je zo dat je de rand van je nokkels een beetje meer richting de muis brengt van je hand. En dan duw je langzaam die vuist een beetje meer naar voren. En met je linkerhand hou je hem een klein beetje tegen. En dan creëer je eigenlijk een grote bal in het midden qua ruimte. En dan hou je die vuist nog steeds een klein beetje gebogen. En die hand, die platte hand, die houdt die vuist een beetje tegen. En dan voel even na waar het goed voelt. En misschien wil je wel iets in de houding veranderen en breng je wel een klein beetje meer je pols. Een beetje meer richting de muis van je hand. En dan creëer je nog een beetje meer die bal in het midden. Maar blijf wel duwen met die vuist tegen die hand en met die hand een beetje meer terug. En ontspan dan even je handen. Laat ze landen op je bovenbenen of op je knieën. En dan wissel je rustig door naar de andere kant. Dus je strekt je rechterhand. Je maakt een vuist van je linker waar je duim buiten blijft. En dan plaats je die aan de binnenzijde van je hand. En dan breng je die handen bij je vandaan. En dan duw je die vuist een klein beetje meer tegen de wortel waar je vingers begint. Dus de bovenzijde van je pols een beetje meer tegen die wortel. En dan laat je de rest van die vuist een beetje meer in die hand vallen. En dan duw je weer een beetje meer naar voren. Vind je het fijn, dan sluit je je vingers er zachtjes een beetje omheen. Anders strek je ze. Blijf zacht in die rechterhand. En creëer ruimte en voel wat er gebeurt. In je polsgewricht, van je pols richting je elleboog. Blijf zacht in die schouders. Breng ze niet naar je oren. Hou nog steeds ruimte in het ademen naar de top van je borst. Dus met dat je je focus misschien verlegt naar een andere houding of oefening. Blijf nog steeds zacht in je adem. Zacht in je gezicht. En zacht in de rest van je lijf. En ontspan dan ook langzaam die linkerhand weer terug op je bovenbenen. En vanuit daar neem je je handen naar voren. En opnieuw maak je vuisten waar je duimen buiten blijven. En knipper je even met je vingers naar voren. Alsof er waterdruppels op je vingers zitten. Die je er eigenlijk een beetje af wil schudden. En dan beweeg je heel snel met die vingers heen en weer. En dan hou je nog steeds je rug mooi recht. Zit potjes bij de mat. Nog steeds de ontspanning in je benen. Je kruin nog steeds op. En langzaamaan wordt het misschien wat vermoeiender. Voor je onderarmen. Voor je bovenarmen. Voor je schouders. Knip er nog heel even door. Laatste druppels er vanaf. En ontspan. Laat weer even landen op je bovenbenen. En voel weer heel even na. Misschien nog het sluiten van je ogen. Neem al die sensaties waar in je lijf. Tussen je schouders. Misschien iets lager in je rug. Misschien nu bij je bekkenrand. In je armen. Aan je vingers. En dan open je rustig je ogen. En dan neem je je handen even achter je heupen. Dat mag zijwaarts, als dat beter voelt voor je schouders en je polsen. Of naar je benen toe. En sommigen vinden het fijner om hun vingers te openen naar de achterzijde. Dan hebben ze iets meer ruimte. Dus kijk en voel even na wat prettiger voelt voor jou. Lift je borst iets op. Rijk je kruin schuin iets naar achter, maar laat je hoofd niet hangen. Alle lengte en ruimte opnieuw naar de top van je borst. Kleine bekbent. En vanuit daar kun je naar je borst. Rol iets naar achter. Gewicht in je handen. En stap je voeten even naar de voorzijde iets breder in de mat. En wiebel ze even heen en weer. En blijf nog steeds een beetje meer rechtop zitten. Dus zak niet tussen die schouders in of maak geen ronde rug naar achter. En breng de beweging rustig tot stilstand. En zwaai dan je beide voeten
langzaam door naar de achterzijde. En dan neem je je handen even mooi onder je schouders, je knieën iets meer onder je heupen, je tenen in de mat. En voelt dat nou niet goed, dan leg je je schenen wreef in de mat. En vanuit daar, langzaamaan neem je je linkerhand en je rechterhand even op vingertoppen. Verzacht erin je schouders, trek ze niet omhoog. Hou ze mooi zacht, hou ze mooi breed, hou ruimte aan die voorzijde. En duw vanuit die vingertoppen een beetje meer omhoog. Gaan we langzaam naar een cat-cow. Op een inademing rustig naar een iets holle rug. Kijk iets op. En als je uitademt, begint de kanteling in het bekken en langzaam maak je die ronding. Laat je hoofd een beetje hangen. Blijf vanuit je vingertoppen omhoog duwen. Kijk naar je navel. Adem in, langzaam terug. Beetje meer naar die holle rug. Kijk iets op. En adem uit, kantel opnieuw in het bekken. Activeer vanuit die vingertoppen omhoog. Naar je handen, je polsen, je onderarm, je elleboog, je bovenarm en je schouders. Langzaam kom je terug naar neutraal. Helemaal door naar die holle rug. Blijf bewegen op het ritme van je adem en voel wat er gebeurt in die schouders en je rug. En langzaam nog een keer door helemaal naar die ronding. Van je zitbotjes naar je kruin. En blijf nu even iets ronder. Duw vanuit die vingertoppen omhoog. Zet je adem niet vast. Blijf naar je navel kijken. Kantel het bekken. Maak een mooie ronde rug. Misschien nog iets meer ronding tussen die schouders. Activeer nog steeds vanuit die vingers, over die armen, naar die spieren, tussen die schouderbladen in. Die grote spiertjes, die kleine spiertjes, activeer ze allemaal, maak ze rond. Navel iets naar binnen, krachtig ademend nog steeds, die grote cirkels door je lijf. En dan kost die houding je best wat energie. En langzaamaan kom je terug naar neutraal en neem je je beide handen terug in de mat. En dan voel je heel even na in je schouders. Neus naar de mat, kruin iets naar voren. Even terug in neutraal. En klop nu rustig je voeten even los. En neem je tenen weer terug. En loop even helemaal omhoog. En dan breng je schouders in lijn met je heupen. Grote shoulderrol naar achter. Schud je armen even los. Laatste stukje opening. De voorzijde van je lijf. Langzaamaan breng je je handen een klein beetje meer naar voren. En als het goed voelt, loop je rustig nog iets verder naar voren. En vanuit zachtheid maak je dan grote cirkels. Misschien aan je knieën een klein beetje meer zijwaarts. Misschien blijven je tenen in de mat of leg je je schenen wreef in de mat. En dan zoek je even alle ruimte naar de voorzijde, de zijkant, grote cirkels. En voelt dat helemaal niet prettig, dan maak je misschien wat kleinere cirkels. En dan draai je ook langzaam een aantal cirkels de andere kant op. En misschien maak je er een beetje een cat-cow beweging bij. Voel na, ook hier het verschil tussen de rechter en de linkerzijde. En dan kom je langzaam weer in het midden tot stilstand. En dan loop je je handen rustig naar het midden. En langzaam vanuit het midden een klein beetje door naar links. Zwaai je beide voeten rustig een beetje meer via de rechterzijde naar voren en kom langzaam zitten. Neem ook hier je tijd weer even om rustig terug af te bouwen. En dan eindigen we weer in een zittende houding. Breng je handen weer langzaam terug naar je knieën, je bovenbenen. Rijk je kruin weer iets op. Sluit zachtjes je ogen. En voel je lijf even na van je kruin naar je tenen. Besteed dan met name een beetje aandacht aan wat je voelt in je nekgebied, bij je schouders, bij je armen, aan je vingers, de achterzijde van je rug, vooral de bovenachterzijde, maar misschien ook wat lager je middenrug richting je bekken. En blijf in het navoelen van je lijf zonder oordeel. En op een volgende inademing neem je dan je armen langs je oren hoog. Boven je hoofd vingertoppen samen. Adem uit rustig terug handen en kin richting je borst. Duimen naar je borstbeen, hart erachter. Buig je hoofd een beetje dieper richting je hart. De energie van je hoofd even in de energie van je hart. En dan neem je alle positieve energie
en kracht die je hebt opgedaan in je practice mee. Blijf je lief voor je lijf en dankbaar voor alle rust en ruimte, de kracht en de warmte, de balans, de focus en de eindeloze energie. Namaste. En als je dan zover bent, rol je zachtjes weer terug omhoog met die ronde rug. Gaat je kruin als vanzelf weer iets op. En open je als laatst zacht je ogen. Enjoy your day.